Een heel goedenavond. Een brand verwoestte vannacht een keet van jongeren uit Tienaarlo. Het leed is groot. Als je dit zo ziet, dat is wel een stukje emotie. Zoiets opbouwen met je kameraden en dan die 's avonds staan bij de brandweer naar je jeugdsentiment te kijken. Zeg maar. Dat is echt vervelend. Survivalbaan Westerbork wil uitbreiden. Een terugblik op de ontdekking in Ruinewold. En natuurlijk het weer met Robert. Wat een heerlijke dag vandaag. Zo de veurleste dag van het jaar. En of dat morgen ook zo mooi weer wordt, dat doe je dom iets van mij hem. Naar het nijs. Bij een brand in Tienaarlo is vannacht een jongerenkeet in vlammen opgegaan. De schade is groot en de jongeren denken, in tegenstelling tot de politie, aan brandstichting. Maar vandaag steekt iedereen de handen uit de mouwen, want het feest met oud en nieuw laat ze zich niet afpakken. Alles in de keet is zwart geblakerd na de brand van vannacht. De schade aan de jongerenkeet in Tienaarlo is groot, alleen de muziekapparatuur al. Dit waren beste jongens. Dus in rook afgegaan. Ik denk dat die set samen zo'n 7000 euro kostte. En we hadden hier van allerlei lamperij nog hangen. En we hebben nog een mooie horeca, of we hadden een mooie horeca koelkast. Die is nu ook in rook opgegaan. Vannacht om 2:30 moet de brand zijn uitgebroken. Maar de brandweer kon weinig uitrichten. We hebben de nacht hier al nog gezeten, tot nu 1:50. Toen zijn we weggegaan, de kachel was uit. En ik werd om 1:30 gebeld. En je keet staat in de brand, zeggen ze. Dus ik kwam hierheen en er was niks meer aan over. Ik zag vlammen van 9 meter hoog. En toen wist ik al wel, dit is... Verloren zaak dit. Voor keet 38 komt een tijdelijke vervanging. Want de traditie om hier samen oud en nieuw te vieren moet doorgaan. Behalve een paar van deze units komt er van de voetbalclub nog een tent bij te staan. Persoonlijk, want er is hier ingebroken. De nacht voor de brand. En toen hebben ze spullen meegenomen, ook vanuit de keet. Ik heb een berichtje op Facebook gezet. Die hebben tot de 31 om het spul terug te brengen. Want ik heb camerabeelden. Dus ik denk dat het geen toeval is. Ik denk dat het met opzet in de brand is gestoken. De politie laat weten dat het geen aanwijzingen heeft voor brandstichting. Maar de jeugd wil het er niet bij laten zitten. Ze hopen uit te vissen of er een verband is met de inbraak. Nou, de beat-up is niks meer van over. Alles is zwart aangeslagen. Het is droevig om te zien zo. De politie heeft vandaag opnieuw een aantal jongeren aangehouden in verband met de onrust tijdens kerst in Rolde. Twee jongens van 18 en 17 uit Assen en één jongen van 18 uit Rolde zijn door de politie gearresteerd. Eerder werden er in verband met de onrust 7 jongeren aangehouden. Van hen zijn inmiddels 5 weer op vrije voeten en 2 zitten nog vast. En 2 verdachten die vrijdag werden opgepakt na een wilde achtervolging in Assen zijn vrijgelaten. Dat heeft het Openbaar Ministerie besloten. Ze worden nog wel als verdachten gezien in de zaak. En de andere 3 verdachten blijven langer vastzitten. Zij worden verdacht van onder meer poging tot doodslag en poging tot zware mishandeling. De achtervolging eindigde vrijdag op de rotonde bij de Roldestraat en het Abel-Tasmanplein in het centrum van Assen. 2 auto's crashten daar en de inzittenden gingen vervolgens met elkaar op de vuist. En daarbij werden ook slagwapens gebruikt. Tijdens de achtervolging werden een fietser en een man in een scootmobiel aangereden. Het wordt een steeds populairdere sport, survival runnen. Nou, ook in Westerbork merken ze een snel groeiend ledenaantal. Survivalbaan wil daarom uitbreiden en verhuizen naar het sportcomplex naast de voetbalvereniging in het dorp. De gemeenteraad van de gemeente Midden-Drenthe moet nog besluiten of er geld voor de verhuizing van de survivalbaan komt. Maar het college en de organisatie zelf zijn enthousiast over het plan. Ik vind klimmen vooral heel leuk. Vooral omdat je daar heel erg je energie in kwijt kunt. Je springt hier met je verkeerde been in en dan kun je zo draaien. En dan zeg maar, je pakt hem zo ver mogelijk en dan zet je hem je enkel bij je hand. Je ziet nu tegenwoordig de crosslopen, de mudruns en survivalrun, die komen heel erg op.
Ja, dat is natuurlijk op een mens toch net een beetje meer uitdaging zoeken dan gewoon een saai rondje hardlopen. Het is vooral heel veel techniek, zeg maar, niet alleen maar spierkracht. Want als je zeg maar heel groot en vooral als je heel licht en klein bent, dan gaat het allemaal nog wat makkelijker. Zo klim je direct in het touw en dan pak je een van de triangels, dan trek je zeg maar aan en dan kun je zeg maar loslaten en verder zwaaien. En dan trek je de hele tijd aan en dan kun je loslaten. Het is eigenlijk een beetje, als je het bekijkt als apenkooi vroeg, je mag de grond niet raken. Als je in een hindernis zit, mag je de grond pas weer raken als het klaar is. Het wordt best wel een populaire sport, ook omdat het Survival Run in Westerbork nu is. En er komen steeds meer mensen kijken, en steeds meer mensen nemen ook vrienden en vriendinnen mee. Het is opgekomen in de Achterhoek, zo'n 6, 27 jaar geleden. En zo is het gegroeid en de sport groeit explosief in Nederland. Ja, we zijn echt nu te klein hier. En de veiligheid, de weg is drukker geworden. We moeten nu oversteken op een heel slecht punt. Ja, dat is eigenlijk niet goed, vooral niet met jeugdleden en alles. En je hebt dan dadelijk ook alles mooi bij elkaar, jeugd, school, tennis, alles één sportart in Westerbork. Ja, dat is toch wel echt wat je zou willen. Het schokkendste nieuws in onze provincie afgelopen jaar is ongetwijfeld de ontdekking van het boerderijgezin in Ruinewold. 9 jaar lang woont een vader met zijn 6 kinderen afgesloten van de buitenwereld. Op 15 oktober schudt Ruinewold op zijn grondvesten. In een afgelegen boerderij aan de Buitenhuizerweg is een man met 5 kinderen ontdekt die al jaren in een provisorisch afgesloten ruimte woonde. De vader, Gerrit-Jan van Dee, blijkt enkele jaren eerder een herseninfarct te hebben gehad en ligt in bed. De oudste zoon van het gezin, Jan, verliet een paar dagen eerder de boerderij en meldde zich bij een kroeg in Ruinerwold. Dus ik ben een gesprekje met hem aangegaan van, jongen, hoe kom je hier terecht? En toen gaf hij toe dat hij was weggelopen en dat hij hulp nodig had, wat we direct al zagen. En toen hebben we politie ingeschakeld. De politie komt langs om met de 25-jarige jongeman te praten. Een dag later gaan agenten kijken bij de boerderij en treffen dan het verstopte gezin aan. Ruinerwold wordt wereldnieuws. In de boerderij woonde vader Gerrit-Jan van Dee met zijn 6 kinderen. 2 zoons en 4 dochters. Ze zijn tussen de 18 en 25 jaar oud en stonden niet ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie. Hun moeder is in 2004 overleden. Het gezin wordt ondergebracht op een recreatiepark en enkele dagen later wordt de 67-jarige vader gearresteerd. Eerder is al de 58-jarige Oostenrijker Jozef B. aangehouden. Hij knapte de boerderij op en bracht het gezin eten. Bij het gezin horen nog 3 andere kinderen. Zij zijn het ouderlijk huis al ontvlucht voordat ze in Ruinewold neerstreken. En verder is uit het onderzoek naar voren gekomen dat de vader ook wordt verdacht van seksueel misbruik van 2 kinderen. En dat gaat dan om de 2 oudere kinderen die niet meer in de woning van Ruinewold of die daar niet wonen, die daar niet zijn aangetroffen. Daarnaast worden de vader en Jozef B. verdacht van vrijheidsberoving van 9 kinderen, mishandeling en witwassen. In de weken die volgen komen er steeds meer details naar buiten over het leven dat het gezin leidde in de boerderij. Zo zou de vader zijn kinderen slaan, gaf hij ze geen eten en sloot hij ze op in een hondenhok. De kinderen waren zo bang dat ze niet langs hun vader durfden te lopen om naar de wc te gaan. Ook komen er op internet steeds meer video's en blogs aan het licht waarin de vader zijn levensopvattingen verkondigt. Ondertussen heeft het Openbaar Ministerie moeite om vader Gerrit-Jan te verhoren. Hij en Jozef B. staan eind januari voor de rechter. Tot die tijd blijven ze vastzitten. Inmiddels is de rust weer teruggekeerd, hier aan de Buitenhuizenweg in Ruinewold. Maar rondom de rechtszaak zal het dorp ongetwijfeld weer wereldnieuws worden. Ja, ons programma Op Tjak staat vandaag in het teken van het uitdelen van eindejaarspakketten. Eerder deden we een oproep aan mensen wie ze in het zonnetje willen zetten of willen bedanken voor afgelopen jaar met een mooie reden. Nou, het eerste pakket is voor de ouders van Iris uit Wijster. Ze zouden 2 weken naar Gran Canaria gaan. Een soort van huwelijksreis, heel lang uitgestelde huwelijksreis. En die ging niet door vanwege gezondheidsredenen. En ja, daarom denk ik, wil ze toch even een beetje in het zonnetje zetten. Want ja, ze missen nu die zon vandaar. Dus, precies. Goedemorgen, alweer wonen van welkom de grote gevaarlijke hond. Ja. Ik wilde jullie feliciteren, want het is jullie trouwdag. Zeg, 50 jaar getrouwd. Ja. En ook in het zonnetje zetten, want jullie zouden nu eigenlijk in de zon zitten.
Maar dat ging niet door. Vanmorgen, ja. Nou heb ik nog wel even een vraag namens de presentator. Want wat is nou het geheim van zo'n huwelijk? Hoe hou je dat zo lang vol? Humor. Humor? Humor. Daar hoef je niet lang over na te denken. Nee, dat is zo. Ja, het hele item zien of ook de andere verhalen kan hoor. Kijk maar even op onze website rtvdrenthe.nl. Niet te warm, niet te koud, een zonnigie erbij. We kunnen wel stellen dat vandaag een schitterende dag was. Maar nu wil elk en een natuurlijk geren weten of het morgen ook zo mooi weer wordt. Vanavond is het eerst bewolkt, maar er bent later op de avond ook opklaring. Het wordt een graad of 4 en belangrijk, het blijft droog. En dan morgen, Oudjaarsdag. Dat lijkt helemaal nog niet zo'n rare dag met een graad of 8. En er is wel wat bewolking, maar er is ook ruimte voor de zon. En tijdens de jaarwisseling wordt het 1 graad ongeveer. En er is wel een klein beetje kans op mist. Maar dan mag de pret natuurlijk niet drukken. Nieuwjaarsdag begint met een beetje mist. En dat trekt gewoon fort en dan blijft de bewolking over. Het wordt een graad of 4. Het blijft droog. 2 januari eigenlijk een beetje hetzelfde. 4 graden in bewolking. En ook dan blijft het droog. 3 januari 4 graden warmer. En dan kan het aan het einde van de dag een klein beetje gaan sputten. En dat is voor Snow Lake. Tot morgen. Zuster Robert, dankjewel. En dit was hem. Maar blijf het nieuws volgen. Hè. Via de app kan dat en de website rtvdrenthe.nl. Hier zo de keuken van Drenthe. En die staat bij het Gevangenismuseum in Veenhuizen. Plezier erbij. Een fijne avond en tot morgen.